Ja, iedereen die dacht van nou 1 miljoen Zwitserse francs, dan kunnen ze wel een nieuw dorpshuis realiseren. Nou, het werd uiteindelijk verbouw en toen bleken we inderdaad toch nog weer geld tekort te komen. En we hebben met succes een beroep gedaan op de provincie. We hebben nu een gebouw wat veel efficiënter is ingedeeld. Met een uitbreiding die ook overdag apart geopend kan worden. Veel duurzamer. En ja, alles bij elkaar ja, hebben we denk ik een dorpshuis dat weer voor de toekomst gereed is. Straks is het een gebouw wat flink geïsoleerd is en naar de omgeving ook echt helemaal geen overlast meer geeft. Ook de parkeervoorzieningen worden overigens flink uitgebreid. En dat betekent dat ja, mensen ook niet meer hoeven te klagen als er een grote activiteit is over parkeeroverlast.